Annie Vriesinger. Kan wel wat extra steun gebruiken. Want het gaat niet goed met Vriesinger bij de seizoenstart. Vorige week in Hamar, en dat is lang geleden dat ze zo slecht presteerde. Niet verder kwam ze dan de 9e plaats op haar favoriete afstand. De afstand waar ze Olympisch kampioen op is. De afstand waar ze ook wereldkampioen op is. Vriesinger was vorige week in Hamar te gehaast, te gretig. Keerde terug naar haar baantje in Insel. Daar trainde ze de afgelopen week. Daar heb ik haar nog gesproken. En ze was bepaald niet zeker van zichzelf. En ook de coach Marcus Eigen, die toch niet snel in paniek raakt. Die zei van ja, we wisten dat ze nog niet in topvorm is. Maar dat het zo slecht zou gaan aan het begin van het seizoen. Dat hadden we toch echt niet verwacht. Maar wat zegt deze opening? Deze opening zegt dat Vriesinger sneller is dan Timmer bij de start. En dat is al iets. Waar kan Vriesinger het ook volhouden? Dat is de vraag. Sterke vrouw. Mentaal ook sterk. Maar voor het eerst toch ook wat kwetsbaar. We zagen dat. Timmer kwam door in 54-46. En daar zit Vriesinger nu een 100ste boven. Dat heeft Timmer goed gereden. Dit is Eigen. Sinds jaar en dag de steun en toeverlaat van Vriesinger. Vriesinger inmiddels 27. Tarasova is de oudste van het deelnemersveld, is al 33. Vriesinger neemt afstand. De tussentijd is die van Groenewold. En daar zit Vriesinger dus onder. Hier pakt Vriesinger de winst die ze zo graag wil hebben. Rondje in 30-5. Toch zijn het moeilijke meters. Kijk naar Vriesinger. Heel gemakkelijk gaat het niet. Het is vechtlust. Groenewold 1:57.23. Moeilijke meters voor Vriesinger, maar het is wel voldoende. Zij krap. 1:57.14 voor Vriesinger. En Tarasova blijft ook onder de 2 minuten. En die ontlading is mooi, ook wel gepast, maar laten we niet te vroeg juichen, want er komen nog wat ritten. Bechstein bijvoorbeeld was vorige week sneller. Rodriguez was de beste. We krijgen nog Klaassen, we krijgen nog Groves. Vriesinger jaagt misschien wel iets te vroeg. En hetzelfde geldt voor Eigen.